Yes mensen, welkom bij een nieuwe video op El Vette Jocho's YouTube kanaal. Zeker. El Jocho is goed bezig in zijn leven. Hij heeft nog wel eens creatieve ideetjes. Hij kijkt thuis altijd lekker veel voetbal op de bank. Zit hij lekker in zijn badjasje, de deur niet uit. Hij heeft die Fox Sports aanstaan en hij zag dat ze nu een app hebben. We krijgen hier niks voor betaald helaas, maar we houden van voetbal, we houden van Eredivisie, we houden van Fox, ongelooflijk. Maar Fox heeft een app, Blikkie Terug. Krijg je fragmenten te zien vanuit de Eredivisie. Ja. In eerste instantie van dit seizoen, de rest komen we later op terug. En dan gaat het erom dat jij kunt inschatten, vlak voor het einde van het fragment, wat er gebeurt. Krijg je 4 keuzes en je moet gewoon goed kiezen. Dat Joch ik dat hij beter kan doen dan ik. We hebben net 2 potjes gedaan, even om te kijken hoe het werkt ook. Het staat nu 1-1, maar we gaan nu beginnen met deze video. En dan doen we de best of 3? Is goed. Maar het lijkt me ook leuk om die van 10 jaar Eredivisie te doen. Ja. Dus je kan kiezen of afgelopen seizoen of 10 jaar Eredivisie. Maar wanneer kun je die 10 jaar doen? Ga jij maar eens even kijken. Jij moet het doen, jij bent de spelleider. Ben ik de leider? Je hebt mij uitgenodigd. El Jocho heeft mij geïnvite. Precies. Nieuw spel. Nieuw spel. Ja, maar de reden waarom we deze challenge doen is omdat we houden van battelen. Kijk, ik heb nu zijn hele team voor de helft al gediscard. Dus hij dacht, laat het maar eens op hersenkwaliteit gaan testen. En dat is dus een quiz. 10 jaar Eredivisie, jongen. Precies, jongen. Wat belangrijk is, als ik de quiz invul, moet hij even naar de gang. Je moet eigenlijk nog wel iets verder, want als je op de gang zit, hoor je een beetje. Oh, jij hoorde het net gewoon. Nou, ik was zo sportief om helemaal naar achteraan op de gang te gaan. Ik ben zelfs naar die kleedkamer gelopen. Precies. En dan ga je even op de gang en als je opschiet, dan kunnen we het kort voor één eten. Oh. Kijk. De jog gaat weg, met pijn in zijn hart gaat hij naar de gang en dan ga ik de eerste opgave test niet gaan luisteren. Doe je 10 jaar Eredivisie? Ja, 10 jaar Eredivisie. Ja, die duurde je zo, ja. Ja, staat echt niet te kijken. 10 jaar Eredivisie. Ik weet zeker dat dat gaat winnen. Start het spel. Kijk, countdown. 20 Groningen. Jezus, welk jaar is dit? Ja, ik verwacht niet dat hij dan maakt, oké. Okay. Misser. Oké, dus ik heb nu eerste fout, plus 0 punten. Jog heeft nog niet gespeeld, dus... Oh, Ajax PSV, dat is een goede voor hem dit. Hij is natuurlijk Ajax, maar welk jaar is het? Mag ik pakken op van Rijn, maar dit is wel weer naar spel, lijkt mij. Nee, fuck. Deze scoren ze. Of niet? Paal, ik doe maar paal. Shit, ik hang naast hem. Nou, deze is gewoon moeilijk. Ik ken deze fragmenten echt niet. 0 goed, 2 vragen. Weer Twente? Waarom ben je Twente? Engelaar. Ik zag eigenlijk doen. Nou, laatste wedstrijd van 2014 in de Eredivisie. En we hebben een van de grootste misses van het hele jaar. 3 fouten van de 3. Best knap. Heel knap dit. Kom, geef mij een keer. Ik ben al bezig, jongen. Geef me iets van Vitesse, jongens. Er zijn er geen fragmenten van Vitesse. Hier is Van Peppen. Van Peppen. Van Peppen. Ja, met gevolg geschoten met het rechterbeen. En dan is het een fantastisch doelpunt. Ik zeg elke keer van op de paal, op de lat of wat dan ook, maar ja. Zijn mindere rechterbeen, maar wat maakt het uit? Goed. Treffer. 15 puntjes. Kijk. Ja. Nou, Joch staat voor. Maar dan komt omdat dat vet na Joch nog moet. Carillo.
Oh, Joch heeft hem goed. Was dat geen hits? Dat dacht ik eerlijk gezegd wel. 15 puntjes. Oké, ik ben nu klaar. Nu mag het Joch. Oké. 10 jaar Eredivisie. Vond je het moeilijker? Ja, zeker. Ja? Ik dacht, ik krijg gewoon een keer Vitesse, maar... Twente Groningen, man. Balletje terug. Ja, dit gaat fout. Hij lijkt te gaan schieten, hè? Ja! Corona scoort bij zijn Eredivisie debuut. Treffer! Plus 15 voor Wijlando. Oh, en de Joch was hier al in de fout gegaan. IJs-PSV, dit moet ik weten. Klopt. Die zei ik, waarom krijg ik geen vrouw of Vitesse? Narsen nog niet. Zit Narsen? Oh, Lens nog. Pff, jezus, man. Van de tegenkeer. Is hij hem goed? Zullen we zo zien? Dat is de vraag. Oeh, wat Joch een fout. Maar ja, hij heeft nog wel straks een paar goeds. Ja, denk je? Ja, ik zag wel staan op een puntje al. Hij speelt vals. Nee, ja, jij liet het zien. Kut. Engelaar! Bizar eigen goalstip. Heb ik een beetje van het seizoen links. Nee, niet links in het kruis. Mis van het seizoen. Van. Ja, yes. Yes! Hoe wist je dat? Ja, je zag al dat hij hem ging geven. Oh, je zag het wel. Ja, je zag aan Engelaars zijn beweging, zag je al van hij gaat hem niet links in de kruising schieten. Nee, dat had ik ook. Nee, het is toch een beetje gokken, want dit kun je niet echt herinneren, dit soort momenten. Nou, nu dat ik het verder zie wel. Ja, hou op! Oké. Nou, dan weet je wat er nu gaat gebeuren. Nou joh, gaat er twee goed hebben. Ja. Dat komt omdat hij het heeft gezien. Roda RKC. Van Peppe! Daar komt hij! Met de pegel! Ja, die gaat erin, dit weet ik nog. Vol in de kruising. Toch? Ja, met gevoel. Met rechts in de kruising, zie. Art van Peppe! Lekker Art, dankjewel jongen. En nu voor de sier. Voor het plezier. Heracles PSV, Darry? Nee. Oh, dit is PSV. Oh, dit is van dit seizoen. Kun je het voorzien? Moet je toch niet meer. Helaas, jammer. Het is de verdediger. Die duikt hem eruit. Die had ik goed. Wat is dit allemaal? 1-0 bij Lando. Lekker zeg. Ga jij weer volgende ronde? Moet je wel weer. Nee, volgens mij moet jij automatisch nu de volgende ronde beginnen. Oh, is dat zo? Ja. Ah, oké. Okay. Nou, dat is mooi. Dan kan ik ingelogd blijven. Zo. Oeh, ik krijg geen tijd om na te denken. Om even mentaal voor te bereiden. Als iemand je app swipe bent. Ja. We hebben hier Pek de Graafschap. Easy way is dit. Die is nog wel eens gescoord. Er staat 2-0 achter. Ik moet je niet eens langer binnen zien, jongens. Oh ja, vierde minuut. Ja, dit moet wel. Weet ik nog, dit weet ik nog. Spannend. Tenner, die klinkt ook zo lekker. Ja, ben ik ook nog. El Ghazi. Laatste minuut maakt hij hem. Vol in de kruising. Dit weet ik nog. Streep in de kruising, handen die pen op de lopje. Lopje of streep? Nee, dat is streep in de kruising. Dat zijn maar gevoel meteen. Of was het een lopje? Nee, streep.
Ja, dat weet ik nog. Oh. Buffer, buffer. Oh, zo. Ah, 2 van de 3, dat is een goede score weer. Deze hadden we net ook! Nee. Ja, dat is wel heel gênant. Ik kan nu al niet wachten op het gezicht van dat Jos als hij dit ziet. Om dit filmpje, dat we deze gewoon weer krijgen in 2 rondes. Dat we nog 2 keer hetzelfde filmpje krijgen. Hij wordt helemaal gek, dat weet ik niet. Eltidoor, ja. Hij scoort meteen. Ja, hij scoorde. Hij scoorde die 2 keer heel kort. Dacht ik, heb 1 keer vlak voor. Nee, 2 keer vlak naar rust volgens mij. Dat weet ik nog. Dat was de eerste wedstrijd van het seizoen. Ja. Eerste wedstrijd van het seizoen. Zat ik met vrienden in Spanje. Was het nog zomer. En toen speelden ze deze wedstrijd wel. Daar zitten we weer. Nee, ik denk dat je helemaal gek wordt straks. Ja? Je hebt alles goed. Nee, dat niet. Nee, maar ik denk dat je helemaal gek wordt. Ik word helemaal gek. Okay. Ja, maar je moet mij even uitloggen eerst. Ja, maar nee, account. Anders dan zie je wat ik heb gehaald, maar dat is nu niet leuk. Ja, nee, daarom. Deze had bijna ontvouwd. Oh. Zeg ik er niet van. En dit kun je niet weten, maar dit zijn zulke niks zeggende momenten als het ware. Nou. En daarnaast was het jongen. Maar... Kom goed. Maar je hebt het overgezet. Ja? Ja. Ja, ik wou naast. Je hebt net overgezet. Ja, tuurlijk zag ik dat hij naast ging. Je kunt dat niet meer halen. Wat doe je nou weer? Maar ik weet niet met jou. Je gaat zo hard janken. Ik ga zo hard janken? Nee, ja, nu misschien niet, maar... Ja, waarom gaat het dan weer over Ajax? Ah, hij is goed! Ja, weet ik. Ja, ik denk dat dat Joch... Hier, ja, plus 18. Ja. Ja, dat is netjes. Dat hij zo snel was. Kut, oh, dan ga je binnen natuurlijk. Ja, daarom! Daarom! Ik dacht dat Jorgen helemaal gek straks. Oh! Wat doe jij? Kut! Ik druk de verkeerde. Ja, ik ben ook zo rund. Nee, ik druk op de verkeerde. Ik zag red, dus ik dacht, oh, dat is hem. Oh, je bent zo rund. Ik ben zo fucking dom, wat doe ik? Als je deze goed hebt, heb ik hem in theorie gewonnen. Op dit eerste mogelijkheid van AZ is dat de goal en wat voor een Josh Eltidoor. Ja, mijn man. Het is de 3e minuut na rust, het is de eerste. Yes! Maar... Yes! Ja, oké, okay, maar die andere had ik goed. Ik wist welke het was, wat we net hadden gehad. Ah, zonde, man. Echt zonde. Even heel eerlijk. Echt zonde. Nee, maar even heel eerlijk. Je echt kunnen winnen. Ja, oh, ik zag, oh, wat dom. Maar ja, dan had ik hem dus gewonnen, omdat ik plus 18 had bij die 1 ook nog eens. Wist ik ook niet dat het kon. Nee, ik ook niet. Ah, echt zonde, maar je had hem echt kunnen winnen. 2-0 van Weiland in de beste van 3. Oké, okay, jongen. Nou, jongen. Je hebt goed je best gedaan. Ja, het is een best of 3, dus nou, eigenlijk is het bijna een best of 5 voor je. Nou, we hadden in ieder geval 2 oefenpotten gedaan, die was ook 1-1 en klopt. Ja. Klopt. Zo is het niet, je hebt hem zo ook weggegeven. Ik had dus, je krijgt dus, als je hem heel snel invult, 18 punten bij een goed antwoord blijkbaar, wist ik ook niet.
En ja, eigenlijk had ik deze gewoon moeten winnen in de tweede ronde. Want ja, ik wist dus dat die verdediger hem zou redden. Omdat de vraag eerder al was. Ja. Het had ik hem wel goed in één keer. Maar ja, helaas jongen. Gefeliciteerd. Bedankt jongen. Ik weet dat je heel erg blij hier bent. Laten we binnenkort nog een soort quiz doen. Als mensen een soort advies hebben, een soort suggestie van wat voor quiz dat kan zijn. Laat het ons weten, want het is wel leuk om te doen. Tuurlijk, we houden van spelletjes. We houden van battles. Misschien gaan we straks nog een keer het veld op. Echt balletjes trappen, dat is wel een goeie. Even een keer een crossbar challenge of wie het langs kan hoog houden challenge of... Wat een joch, jongen. Oké. Tot ziens mensen. Vaarwel. Vaarwel. Bye bye.